Hallo en welkom bij een nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over de 5 duurste attracties en shows die de Efteling heeft gebouwd. Laten we snel beginnen. Op nummer 5 staat Baron 1898. Deze divecoaster van B&M is gebouwd in 2015 en gaat 2 keer over de kop. Baron 1898 is gethematiseerd naar een Nederlandse goudmijn en het verhaal vertelt over Gustaaf Hoogmoed, die op een dag goud vindt en er vervolgens een mijncomplex bouwt waarin de bezoekers als kompels de mijnschacht afdalen en vervolgens worden tegengewerkt door de Witte Wieven. De bouw van deze attractie heeft ruim 18 miljoen euro gekost. En dan door naar nummer 4, en dat is de Vliegende Hollander. Naar de Python, misschien wel de bekendste achtbaan van Nederland. De attractie is ontworpen door Efteling-ontwerper Karel Willemen en de oorspronkelijke streefdatum voor de opening was 16 april 2006, wat de eerste paasdag was in dat jaar. Echter kreeg de Efteling te maken met tegenslagen in de bouw, waardoor dit moest worden uitgesteld. Officieel is de 20 miljoen euro kostende attractie op 1 april 2007 geopend voor het publiek. Op nummer 3 staat de Pandadroom en dat had je wellicht niet verwacht. De Efteling opende deze attractie samen met het WNF als bewustwording voor klimaatproblematiek. Deze attractie heeft 23 miljoen euro gekost en dat verbaasde menig pretparkfan, gezien er regelmatig kritiek kwam op de grote onafgewerkte buitenkant van deze attractie. Inmiddels is de Pandadroom vervangen door Fabula en als we de verbouwingskosten ook nog mee rekenen, dan wordt het eindbedrag nog een stukje hoger, namelijk 26,5 miljoen euro. En dan door naar nummer 2 en daar vinden we Ravelijn. De show in deze middeleeuwse stad biedt plaats aan 1200 bezoekers en is geopend in 2011. Het kostenplaatje was ruim 30 miljoen euro, maar laten we dit wel in perspectief plaatsen, want het gebouw is natuurlijk niet alleen een openluchttheater, maar biedt ook onderdak aan een restaurant, kantorencomplex en een arrangementenfaciliteit. En dan de nummer 1, en dat is Symbolica. De Trackless Dark Ride van ETF Ride Systems staat letterlijk in het midden van het park en is gebaseerd op de verhalen rondom parkmascotte Pardoes. De attractie is geopend in 2017 en het ride-systeem is vandaag de dag de enige in zijn soort in Nederland. De kosten van dit project waren maar liefst 35 miljoen euro. De duurste Efteling-attractie tot nog toe. Het zijn ongelooflijk indrukwekkende bedragen, maar dat heeft ook enkele van de populairste attracties in de Efteling opgeleverd. Dit was de top 5 duurste attracties in de Efteling. Vond je dit nou een leuke video? Klik dan op het blauwe duimpje en vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. Bedankt voor het kijken.